De film van ons leven, ik denk dat dat een beeld is dat we zeker allemaal kennen en waarbij de meeste van ons graag op de play-knop staan. En we staan ook in dat leven, die film speelt zich ook letterlijk af als alles goed gaat. Maar helaas, in sommige gevallen, voor sommige mensen wordt er brusk op stop geduwd en ja, loopt de film eigenlijk niet meer verder. En bij dementie is dat misschien nog zelfs een stuk in de andere richting. Die film begint beetje bij beetje terug te spoelen en die gaat helemaal onherroepelijk naar het begin. Wat we eigenlijk ook vooral willen benadrukken bij achteruitgang is, vaak associëren we dat met iets heel negatiefs. Maar als je achteruit stapt, zie je de dingen ook helemaal anders. Dus je kan opnieuw die verwondering krijgen voor iets dat je anders voorwaarts misschien niet gezien had. En het is dat stukje dat we eigenlijk willen openen, in dit geval dan met mensen met dementie, dat achteruitgang nog heel verwonderlijk kan zijn. Een klein kindje. De kracht van het kunstwerk was eigenlijk dat de families voor een groot stuk eigenlijk het heel negatieve waarover dementie gaat, door het kunstwerk kwamen ze eigenlijk in een positief verhaal. Ze moesten op zoek gaan naar beelden wie hun vader en hun moeder zijn. En die zoektocht alleen al en weten dat dat dan ging gebruikt worden in de film van hun leven, maakte dat we heel vaak emotionele momenten kregen. En ben ik ook regelmatig aangesproken geweest door die families dat ze dat eigenlijk ook niet meer hadden verwacht.